Goedenavond. Schaatsers houden vertrouwen in nieuwe Drentse ijsbaan, ondanks mislukking in Hogeveen. We gaan het toch niet laten gebeuren dat er geen ijsbaan komt? Het antwoord is natuurlijk niet. Buren maken zich zorgen over de vele brandjes in de Emmerdennen. Roden maakt zich op voor de 67e editie van de jaarbeurs. En het weer met Robert Oosting. Het wordt de komende dagen schier weer. En schier genoeg om, zoals hier bij het Taloze Diep, eens een klein wandelingetje te maken. En hoe schier precies, dat hoor je zometeen van mij na het Nijs. Na een lange nacht likt het college van BMW in Hogeveen zijn wonden. De mannen hebben het debat over de ijsbaansoop overleefd, maar het vertrouwen van de oppositie in het college is weg. De schaatsers in Drenthe zijn misschien wel het meest teleurgesteld in de mislukking van het ijsbaanplan van Hogeveen. Meer dan dit plaatje is het niet geworden. Maar het gewest Drenthe van de KNSB laat aan de raad weten dat zij het nog niet opgeeft. Na 20 augustus heeft zich een groep prominenten naar de schaatsen in Drenthe bij mij gemeld. Met de uitroep, we gaan het toch niet laten gebeuren. De raad in Hogeveen heeft voorlopig de buik vol van ijsbanen. Het plan heeft de gemeente meer dan 2 miljoen euro gekost en het heeft niks opgeleverd behalve onderlinge verwijten. Burgemeester Lohuis zegt dat er binnen het college harde woorden zijn gesproken. Wat na alle evaluaties en gesprekken voorop staat, is dat wij in die gesprekken waar ik net al aan refereerde, uitgesproken hebben het volledige vertrouwen in elkaar te hebben. En er komen excuses van wethouder Slomp voor het eerder informeren van de krant dan de raad over het stilzetten van het ijsbaanproject. Het spijt me oprecht. Het spijt me oprecht en het raakt me. De verhoudingen in de raad zijn zoek. Ook al steunen coalitiepartijen het college door dik en dun. Bestuurlijk Hogeveen heeft naar onze mening juist stabiliteit. De heer Manak zei rust nodig. Dat komt Hogeveen ten goede, denken wij. Maar alle oppositiepartijen zijn het handelen van de collegepartijen en het college zat. Uiteindelijk komt er pas na middernacht een motie van wantrouwen tegen het gehele college. Die motie haalt het niet, maar was toch nodig, zegt de oppositie. Even los van het feit of je coalitiepartij bent of niet, dat hoort een raadslid gewoon te doen. En dat je merkt dat dat hier in Hogeveen niet de praktijk is. Ik heb allerlei gesprekken gevoerd met alle fractievoorzitters inmiddels. En als je daarmee individueel praat, dan blijkt toch dat er een basis is om wel verder te gaan. Het college is door deze ijsbaansoop fors beschadigd. Geld voor een nieuwe kunstijsbaan in Hogeveen is er in elk geval niet meer. Natuurgebied de Emmerdennen in Emmen wordt al maanden geteisterd door brandjes. Bijna iedere week is het raak in het bosgebied, vooral aan de kant van de wijk Emmerhout. De meeste brandjes zijn aan de oostkant van de Emmerdennen, daar waar het bos grenst aan de huizen die staan aan de laan van de Eekharst. Voor 2 weken terug ongeveer was het hier nog raak. Dan heb je daar 3 plekken op deze kant en ietsje verder op het bos in nog een 4e brand. En daar heb ik dus de brandweer voor gebeld en de politie erbij. En die hebben de zaak toen geblust. En dan komt wel heel dichtbij. Willem Wildeboer woont aan de laan van de Eekharst en hij merkt dat het de buurt bezighoudt. De mensen die zijn echt wel verontrust van hoe lang gaat dat nog door en wat gaat er gebeuren als het echt in de hens gaat? Die vragen worden wel gesteld, ja. Boswachter in het gebied is Geerling Kruithof. Hij denkt niet dat de Emmerdennen zomaar helemaal in lichte laaien staat, maar je weet het nooit. Nou kijk, het bosbrandje is natuurlijk gevaarlijk. Je weet nooit hoe de ontwikkeling is. En we kunnen wel zeggen van dat de Emmerdennen gaat niet helemaal in de brand. Maar de natuur verrast je altijd. Een klein brandje hoort gewoon niet thuis in de natuur. Niet alleen in het bos, ook bij de school aan de laan van de Eekharst was brand en werd een ruit ingegooid. De schade daar viel uiteindelijk mee en de school ging gewoon weer open. De politie doet nog steeds onderzoek naar de brandjes en agenten blijven extra surveilleren. Ook Staatsbosbeheer doet vaker een ronde. Maar of de daders snel gepakt zullen worden? Wij hebben geluiden ontvangen van groepen jongeren die in het bos aanwezig zijn. Maar dat zijn geluiden. Ik heb dat zelf niet waargenomen. Maar ik heb wel begrepen en uit het onderzoek is daar ook verder niks uitgekomen. Ik bedoel, als het om een paar jongens gaat, is het heel moeilijk te traceren. Van waar blijven ze? En kijk, andersom is het net zo. Hè? Als de politie speurt, speuren zij ook.
We zijn echt wel erop verdacht van, ja, we doen iets verkeerd. De jaarlijkse feestweek in Roden is vanmiddag officieel geopend met de jaarbeurs van het Noorden. En verslaggever Marjolein Knol, die is daar nu. Ja, Marjolein, het ziet er al gezellig uit. Zijn er al heel wat biertjes getapt? Ja, nou ja, kijk maar. Hier op de bar alleen al staan zo'n 9 lege bierglazen, denk ik. Het is hier gezellig. Nu inderdaad, ja, het gaat om een hele feestweek. Wat kunnen we daar allemaal van verwachten? Nou, vanavond is het hier in deze tent, de grootste tent van alle jaren tot nu toe, is het feest. En dan komt de Sallandse rockband Bukkers. Dan heb je natuurlijk ook nog de Noorden Expo. Dinsdag, dan is de Rode Markt. Dan worden er weer paarden verkocht op de Brink. En morgen, dan is de Rode Marktparade. Dit wordt best gevaarlijk punt, hè? Ja. Het is altijd pas en meten, hè? Dus dit was het grootste probleem. Of hij wel erdoor kon of niet. Dus, maar dat gaat goed komen. Gaat het goed? Nee, nog niet. Komt goed. Dames, komt hij wel af vanavond? Ja, zeker. Ja, moet. Ja. Hoeveel uurtjes slaap je vannacht? Nou, niet zoveel, denk ik. Nee. Ik hoop toch een uurtje of 5, 6, maar we zien wel. Nou, ik ga vanavond gewoon weg. Dan, ja. Jij wel? Ja. Ja, er moet nog wel aardig wat werk verzet worden, maar vanavond wordt er dus ook al gefeest. Zeker, veel gefeest ook. Hier wordt al druk getest. Want het feestje is iets anders dan anders, want op deze catwalk, daar is normaal de misverkiezing. Maar die misverkiezing die gaat dit jaar niet door, want de organisatie die kreeg te weinig aanmeldingen. Er kwamen vooral aanmeldingen uit het hele land, niet genoeg uit de regio. En het is natuurlijk de jaarbeurs van het Noorden. Maar wat er wel is, dat is de mini-misverkiezing. Deze dames die zijn allemaal 6 tot 10 jaar oud. En hebben jullie er zin in? Ja! Je hoort het. Ze kunnen iets winnen. Morgen kan de winnaar meerijden in de Rode Marktparade. En ze heeft ook 2 hofdames, nummer 2 en 3. Die mogen ook meerijden. Nou, ze zien er nu al prachtig uit. Marjolein Knol, dank je wel. Ja, gaan we het hebben over vuurkuilen. In en om Drenthe waren er in de steentijd wel duizenden van. Maar niemand weet eigenlijk waarom. Binnenkort misschien wel. Een groep studenten van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt de functie van deze prehistorische haardkuilen bij het Hunebedcentrum in Borger. Het is een haardkuilen-experiment, maar wat we eigenlijk doen is een kuil maken. Daarin gaan we eigenlijk een vuurtje stoken. En we hopen dat in die kuil eigenlijk een soort van dennenteer ontstaat. Een werkgroep van de archeologische studentenvereniging Bagger graaft zelf kuilen en probeert hierin houtteer te maken. Ze vermoeden dat dit vroeger ook zo gedaan werd, omdat er in veel kuilen teerresten zijn gevonden. Het doel van vandaag is om eigenlijk te bepalen hoe dik de zoden en hoe dik de isolatielaag daaronder moet zijn. Want je hebt te maken met dat het dennenhout wat wij gebruiken, er moet tussen de 300 en de 500 graden komen om eigenlijk over te gaan op teer. Wordt het meer, blijft er alleen houtskool achter. Blijft je temperatuur lager, dan krijg je geen teer. De kuil is gegraven en met hout, zoden en stro gevuld. En dus kan de fik erin. Wel met aansteken. Oh, dat gaat niet op de ouderwetse manier. Nee, helaas. Het vuur is nu aan. En dit is nu de hittebron die uiteindelijk dan het dennenhout ook moet gaan verteren. Het moet nu minimaal 2 uur ongeveer deze hoogte blijven. Dus we zijn nog wel even aan het stoken of we dat het resultaat gaan zien. Maar wat voor vandaag eigenlijk belangrijkste is, omdat dit het eerste experiment is, is puur om te kijken hoe heet het nu onder die zoden is. En hopelijk produceert de kuil na een tijdje dennenteer. Maar wat deden mensen daarmee? Er zijn archeologische voorbeelden van stukken teer waarop gekauwd is en waar zelfs nog tandafdrukken in zitten, dat het mogelijk zou helpen tegen tandpijn. We kunnen die spannende nieuwe ideeën over prehistorische kauwgom en misschien wel over een boot die is ingeteerd, zeg maar, die kunnen we meenemen in onze mooie verhalen in de middensteentijd. Het leuke is dat er dus een wetenschappelijk experiment plaatsvindt. En dat doen we eigenlijk waar de bezoekers bij zijn. Dus je kan als bezoeker, kom je rechtstreeks in contact met de nieuwe wetenschappelijke ideeën. De werkgroep onderzoekt de haardkuilen elke vrijdag nog 10 weken lang. Hoe hard gaan de motoren van de British Superbikes? En wat gebeurt er op de paddock? Nou, op die vragen kregen 800 scholieren vandaag een antwoord. Ze mochten een kijkje nemen op het TT-circuit bij een training van de British Superbikes.
geen deur blijft gesloten voor de nieuwsgierige kinderen. Jongens, welk nummer gaan we openen? Welke gaat u? 11! Mooie! 9! Hoewel, niet alle. Ja? 13! Oké, mag niet. De andere. Mag niet. 13! Maar uiteindelijk lukt het en belandt het groepje in een pitbox. Dit is Suzuki 1000cc. Superbike, running the British Championship. Ja, ik kom hier niet zo vaak, dus is het wel leuk om hier dan een keer te komen. Gewoon de kick waarvan je ziet hun snelheid. Wat wist jij nog meer over deze sport te vertellen? Dat het wel gevaarlijk kan zijn en dat de jongens het meestal cool vinden. De kinderen hoeven vandaag niet in de schoolbanken te zitten, maar dat is niet voor iedereen feest. Ik had liever gerekend vandaag. Ja, dit is, waarom vind je het hier niet leuk? Nou, het is een best wel hard geluid en dat vind ik niet heel erg fijn. Morgen en overmorgen zijn de wedstrijden. En komen zij dan ook? Hier bij Taarloze Diepie is nog een plekje van rust, ruimte en natuur. En wat mooier om daar een wandelingetje te maken als je er schier weer bij hebt. Het is nu nog een beetje bewolkt, maar vanavond en vannacht klaren die wolken helemaal op. En het wordt een rustige en koele nacht met een graad of 6. En het kan ook een beetje mistig worden. Zaterdagmorgen klaart die mistbank in de loop van de ochtend op en kriegen we eigenlijk wel een hele mooie zonnige zomerse dag met een graad of 22. Zondag wordt het zelfs nog iets mooier dan zaterdag met 24 graden en weer een lekker zonnigie erbij. Maandag kriegen we regen, wordt ook iets koeler, een graad of 19. En dinsdag blijft overdag droog met 19 graden, maar s'avonds kan een klein buigje vallen. En zo hard als het water hier naar beneden komt, dat zal wel niet gebeuren. Het weekend wordt in ieder geval hartstikke mooi, dus ik wens je hier vanaf Taarloze Diepie een donders goed weekend toe. En dit was Drenthe Nu. Ga voor meer nieuws naar de app of kijk op onze website rtvdrenthe.nl. En daar leest u onder meer dat Groningen Airport Eelde een tijdelijke nieuwe naam heeft. Nou, hier vanavond onder meer nog de warming-up. Karin Mulder kijkt daarin met discuswerpster Jorinde van Klinken vooruit naar het WK Atletiek. Ook namens mij fijne avond en natuurlijk een prettig weekend.